van de organisatie. En namens de KMU, dit is de consul van het district Noord, de heer Wolter Zwart. En de heer Nico Roijmans van de commissie jury en reglementen. Een speciaal welkom aan de koersdirecteur Huub van Essem. Special welcome to the race director Huub van Essem. Speciale gasten van de organisatie zijn de mensen van Univee Dichtbij, wethouder van sport Bauke Arends van de gemeente Emmen en alle mensen in de koers van Broekhuis Auto. En natuurlijk alle andere sponsoren die niet met naam en toenaam genoemd zijn. For everybody in the comfort, please keep the right lane and think of you. DCM Pro Cycling achter de wiel bij Barry Marcus.
Ik heb
Ja, zien we de mannen komen. Ze zijn heel uit de bocht door. Het is oranje, het is wit. Daar hebben ze de rijden vooruit. Daar is het de Rabobank. Is het de gaat toch net goed. Een man de papier ruimt de voorsprong. De man van de Rabobank voor de Rabobank. Voor de Rabobank. Wordt de twee op ons voor de Parimark. Twee op ons voor de Parimark. Wordt twee. Oh, wat kan die kleine Parimark is heel dichtbij. Maar Theo Bos, op de keus, wat hier bewegen. Daniel, congrats with this third place in dwars door Drenthe. Was it a difficult race for you? Yes, there is a lot of wind, but it's normal. We are in Holland, so for people it's a normal day. And 2 years ago in this race I was fourth, and today three, next year second. Het was lastig vandaag. Die 7 mannen rijden weg en dan gaat de gaskraan echt open met nog een 80 kilometer te gaan. Ja, het is lang rustig gebleven. Er stond toch wel veel wind. En vanaf de Vanberg is het eigenlijk, we werden steeds korter. Er werd wel flink doorgereden. Ja, en dan die 7 mannen pakken jullie eigenlijk in de laatste 10 kilometer pas terug. Was het direct duidelijk dat de kaart voor jullie gespeeld werd? Bert-Jan Lindeman, die hoorden we nog over de radio dat hij ging demareren. Ja, het staat allemaal goed vooraan. Dus. De sprint werd voor jou aangetrokken of had je zelf het wiel gekozen van Theo? Nee, de sprint werd aangetrokken. De laatste kilometer nog 2 mannetjes. En de laatste stuk ging met Theo in het wiel. En ja, dan kwam je nog heel kort. En ik denk dat je heel content bent met dit eerste optreden op Vakantsgelei in Nederland. Ja, zeker. De glimlach op het gezicht. Dames en heren, geef je nog een geweldig applaus, Barry Marcus. Maar de winnaar in die 50ste ronde van Drenthe, dwars door Drenthe. En dan mag je de handjes, die glazen kan je wegzetten. Voor niemand minder dan Theo Bos. Theo, van harte gefeliciteerd met een welkome overwinning. Ja, zeker. Ik ben super blij. En ja, ik wist dat het erin zat vandaag. Maar ik had verwacht dat het wat makkelijker zou gaan. Het was lastig met de weersomstandigheden of de finale vooral lastig? Ja, de finale was ook zeker lastig en de wind maakte het wel zwaar. En de laatste keer over de Van, dat was volle bak. Bert-Jan Lindeman trok vol door met Schumacher. En toen zaten we eigenlijk vrij geïsoleerd met een heel klein groepje. Dus ik dacht van ja, dat gaat heel moeilijk worden. Gelukkig kwam de rest eigenlijk weer terug, het peloton. En zijn we eigenlijk met een vrij grote groep op de streep afgereden. Ja, je had voldoende helpers nog bij je in dat peloton. Ja, we zaten daar, omdat we veel, de ploeg heeft veel kopwerk gedaan. Ja, na 120 kilometer namen jullie het heft in hand, omdat die voorsprong meer dan 7 minuten werd van de 7 man. Ja, en toen hebben we eigenlijk een paar renners zijn we daar ook kwijtgeraakt. En in de finale had ik eigenlijk Graham Brown en Tom Lazer. En dat was in principe genoeg, dus ik ben super blij. Super trio van Hogeveen, Theo Bos, Barry Marcus en Daniel Colli.